Deze pitstop sluit aan bij allerlei ontwikkelingen die in de buitenwereld nu plaatsvinden. Allerlei zaken die spelen rondom de accountancy, rondom controlling. En daar een goed licht op laten schijnen door experts. Dat is het belangrijkste doel van vandaag. Sommige van u die heb ik al eerder gezien, want we hebben ook in oktober een pitstop gehad rondom sales. En dit is eigenlijk de tweede. Finance in Crisis, dat is de titel van vandaag. Uit verschillende partijen een onderwerp wat toch heel actueel is en ook wel vanuit verschillende invalshoeken heftige discussies geeft. Vertrouwen in banken en hoe het daarmee staat en hoe dat kan verbeteren. Dat je dan discussie en een open dialoog daarvoor creëert. En als accountant heb jij vertrouwen voor het opzicht van de samenleving. Want jij bent iemand die een bepaalde taak heeft in het maatschappelijk belang. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat er veel veranderd is in het accountsvak. De accounts afgelopen jaar natuurlijk wel zijn opgeschoven naar meer commercieel ondernemen en meer gericht op omzet draaien. Nou, daar is nu weer de kentering dat de account teruggaat naar zijn professionele hoedanigheid. Voor mij ging het seminar erg over integriteit. Wat integriteit is en welk effect het heeft op je werk. En dat het echt noodzakelijk is om je integriteit te bewaren. En dat geldt voor mij als accountant natuurlijk op en top, omdat ons vak bestaat uit integriteit. Als je een product verkoopt, dan moet dat ook, zeg maar, ook bij de betreffende klant passen en waar hij ook echt iets aan heeft. En dat je er vervolgens ook nog geld aan verdient, dat is ook prima. Maar die twee moeten wel samengaan.